gewoon met allemaal barbecue-corner, zegt hij het eens. Bro, ik ben eigenlijk gesloten. Ik ben pas over 3 uurtjes open. Nee, weet je wat? Kijk, omdat jij het bent, ik ga wat speciaals voor jou maken, ja? Ik zie je zo. Ja? Kusjes. Geen avond zonder traan. Wel een huis, maar geen gezin. Hoe lang moet jij nog wachten? Komt er ooit een nieuw begin? Oh, was er dan echt niemand die jou toe kon helpen? Oh, ik had je laten weten dat jij er niet alleen voor staat. Ja, Bob. Schut! Ja? Lekker man, je speelt goed man, vader Jacob. Ja toch, mooi van verkoop. Ik heb een broodje voor je. Ja, sorry, het duurt een beetje lang, maar hij komt van vroeger. Kwam je van ver? Ja, zeker. Ja, dan hoop ik dat het lekker is. Is goed bro. Hey, eet smakelijk en we spreken elkaar. Hey, kalleman hè. Kalleman. Goed allemaal hè. Ja. Kerel, wat heeft... Kerel, fuck. Ui met augurk en sla. Hallo lieve mensen, vandaag zijn we in Arnhem. We gaan vandaag Grillcenter helpen met bezorgen en we gaan zingen voor klanten. Grillcenter, here I come. Zet dat op een linkje! Alles goed? Met mij gaat prima. Ik ga jou vandaag zeker helpen. Wat kan ik voor je doen? Spies maken? Spies? Zeker. Oh, ik had je laten weten dat jij er niet alleen voor staat. Kon ik maar terug naar... Grillcenter Arnhem, zeg niet eens. Adana Schotel. Adana Schotel. Ik kan ook een stukje zingen voor u. Ja? Oké, doei doei. Eerste klant. Moest het nou zo gaan? Zat de pijn soms in het bloed? Een hoofdje vol met vragen die een kind niet vragen moet. Hey man, sorry, een beetje laat. Hey, jij bent toch die zingende shawarma bakker? Ja, dat klopt. Hij is in om wat muziek te maken. Nu? Heb je tijd? Ja, zeker. Even. Ja, kan wel even. Kom erin. Oké. Okay. Kom erin. Kom ik maar terug naar vroeger. Ik zou je trozen laten spelen op de hoek. Zing een liedje. Een liedje! Wij willen één liedje van jou horen, nu, alsjeblieft! Man. Jongens, ik moet echt door, man. Nee, luister dan, ik heb een stelling, mensen, wacht. Nee, stop, Amma, stop. Amma, één liedje. Is goed, jongen, dan één liedje voor jullie, man. Kon ik maar terug naar vroeger. Ik zou je troosten, laten spelen op de hoek. Gooi alles van me af, ik giet me vol. Applaus voor August! En ik ga van het leven. Hoe moet je dat dan weten? Overnamend ga ik even uit mijn boog. Dames en heren, vandaag zijn we in Utrecht. We gaan Baraka helpen met voorbereiden van zijn bestellingen. En we gaan ook helpen met bezorgen. Let's go. Geloof er zelf niet in. Geen avond zonder traan. Wel een huis, maar geen gezin. Hoe lang moet jij nog wachten? Komt er ooit een nieuw begin? Oh. Zo, dit nog. Ja? Ik moet snel bezorgen, anders komt hij te laat. Ja, ja. Hi. Hey. Oh, nice. Bestelling. Mag ik alsjeblieft een stukje zingen? Je wil wat zingen? Ja. Laat me horen. Oké. Kon ik maar terug naar vroeger.
Ik zou je troosten, laten spelen op de hoek. Kon ik maar terug naar vroeger. Ik zou je troosten, laten spelen op de hoek. Lieve jongen, het komt goed. Jezus, man. Zo goed, echt. Nee. Hey. Komt goed. Dankjewel. Nee, fijne. Ja. Fijne dag. Jezus. Dames en heren, we zijn nu in Haarlem. We gaan even een broodje langsbrengen bij Wessel. Ik heb het zelf gemaakt met mijn eigen handen. Dus Wessel, daar kom ik. Hey! Heb je zin in een broodje? We zijn even lekker meegenomen. Dat is goed. Ja? Broodje. Lekker broodje. Wat was je aan het doen? Ja, even spelen toch? Even spelen. Dus nog meer? Dus nog. Ah, dat vind ik zo leuk. Kon ik maar terug naar vroeger. Ik zou je troosten, laten spelen op de hoek. Ik klink zo waar! Ik heb honger. Moet je even wachten, want dit is broodje speciaal. Ik heb het speciaal voor jou gemaakt, snap je? Ammar, tijd op te wachten. Ammar, nou ben je er alweer. Hij is die plaat aan het indrummen, zo komt hij nooit af. Nee. Hartstikke lief. Jij bent de studio in, jij bent aan het werk. Hey. En ik mag hopen dat. Echt heel fijn dat je hem kon brengen, maar ik mag wel hopen dat het nu een normaal broodje is. Ik weet het niet. We bellen, hè? Kon ik me.